Welkom terug bij Dirt Rally. Dit is aflevering 6, het laatste evenement van dit kampioenschap. En we zijn in Wales, Muddy Wales. En ja, ik vind dit heel leuk terrein om te rijden. En dit was misschien wel een van mijn favoriete evenementen van dit kampioenschap. Maar dat gaan jullie wel zien. Voor nu, enjoy! Kijk naar de beelden, geniet van het geluid, want dat is ook altijd lekker van deze auto's. En ja, modderig wordt het wel. Dus veel plezier. Crest, left 6 and right 6 100. Left 6 and right 5. And left 6 half long. Left 5 logs outside, 130. Right 5 keep in, right 6 continues for 80. And right 5 continues over crest. Right 6 over crest, into left 3 long. Left 6 through posts, jump 60, crest, dip, right 3. Left 6, 60. Jump maybe, and left 4 long over crest. And opens through posts. Jump maybe. And jump and keep right over jump 100. Keep left over jump maybe through gate. And jump maybe. And caution jump maybe into left 4. Crest, care left 5 long, tightens to 1. Keep right over crest. Caution left 3 long. Right 6 100 over big crest, jump maybe. Right 5, into right 5 long, don't cut, logs inside. Right 2, tightens to 1, down. Into left.
into left 6. Into right 2 long, press. Into left 5, keep right over crest. Left 5, keep right over crest. The right 6. Left 6 through gate 60. Left 4 into right 4 long, keep mid over big jump gate, left 6. And right 6 over crest jump maybe. Left 5 into caution, right 4 over jump, logs outside. Left 6 into right 3 long. Forty, turn square left. Over crest, turn right 1. Into keep left past junction crest. Right 6, half long. And left 4 long over crest. And right 5 continues for 100. Left 6, into caution, right 2 tightens to 1. Left 4 logs crest. And left 5 tightens. 80. Left 6. Right 2 tightens to 1. Into left 4 tightens to 3. 80. Into left 5, into right 2, into left 5, right 6, into caution, left 5, over crest, 80 past junction, turn square right. Left 3, half long past junction. Oh.
left 640, left 3. Right 6, left 6 past junction. Keep left over jump, 130. Cross junction braking, left 6 into open. Right 5 long into turn hairpin left. 80. Crest. Keep mid over crest. 80. Right 5 long past junction. 100 past lay-by. Right 6 long past junction. Caution slowing. 80 over crest. Right 5 through gate. Water splash. Caution, keep mid over jump. Right 2 through. Left 5 opens crest into right 6 long, 60 to finish. Right 4 logs inside. And right 6 into. Keep mid over jump, into right 5 half long over bump, keep in 80, right 6 keep in 80, left 6 keep in crest 100, right 6 half long and caution right 2 deceptive. Three long hug through. Left 660. Careless. Long don't cut, 60. Caution right 6 keep in, crest. Into left 5. Oh.
170 over crest. Caution crest into left 5 and right 4 long. Over bump 150. Right 6 and left 6. And right 5 long, keep right over crest 60. Right 6 60. Keep left over crest and right 6 continues. Two bump left 4. Into right. Ja, prachtige beelden hier in Wales. Jammer genoeg ging de laatste etappe niet goed. Vooral omdat ik 2 keer volgens mij in de ravijn stortte, kort achter elkaar. Ik moest wat goed maken in de laatste etappe, dus ik ging vol erin. Helaas was het niet genoeg. We eindigen wel tweede gelukkig. Met nog wel een voorsprongetje op Pinto, die derde werd volgens mij. Of Petit, bedoel ik. Maar ja, het mag niet baten, want we winnen het kampioenschap eigenlijk vrij gemakkelijk. Alhoewel, als Becker in die eerste race niet was uitgeschakeld, dan was het wel nog een stuk spannender geworden. Maar we gaan in ieder geval naar Clubman Championship. Dus dat is 1 niveautje hoger, dus het gaat lastiger worden. Maar ik kijk ernaar uit, want tot nu toe vind ik het hartstikke leuk. Ik denk dat we het gewoon een beetje... Ja, we zien wel waar ik zin in heb. Want je hebt ook Rallycross en Pikes Peak, wat je kan doen. Dus ik denk dat ik nu gewoon meteen naar het tweede seizoen ga in de rally. In de 1960 auto's. Als er dan een niveau komt waarin ik zeg maar niet meer echt vooruit kom. Of achteruit ga, of weet ik veel wat. Ik blijf een beetje hangen in dat kampioenschap. Want elk kampioenschap is net een niveautje hoger. Dan denk ik dat ik even een switch maak naar misschien Rallycross of Pikes Peak dus. En dan denk ik dat, dat ik naar een andere klasse ga. Dus misschien de, ik weet niet wat de klasse hierna is, de 1970s waarschijnlijk. Maar tot nu toe geniet ik enorm van dit spel en heb ik er heel veel plezier mee. Dus er komt zeker een seizoen 2, dat is 100% zeker in mijn optiek. Nou, ja, dat... Ik bedoel, met Formule 1 2006 zei ik ook zeker dat er een tweede seizoen komt. Die komt waarschijnlijk ook nog. Maar het duurt allemaal wel even wat langer, omdat ik gewoon veel series heb en eigenlijk niet zo heel veel tijd. Dus dat is het grootste obstakel. Maar voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.